De vrijheid van Surinaamse slavenmeesters komt nagenoeg overeen met die van Jamaica. Richelle Macnag studeerde vrijdag af op dit onderwerp aan de faculteit Humaniora van de Universiteit van Suriname. Ze draagt nu de titel Bachelor of Science. Macnag maakte bij haar onderzoek een vergelijking over de wreedheden tussen Suriname als Nederlandse kolonie en Jamaica als Britse kolonie. We wreedheid meestal bekijken vanuit het standpunt van de straffen. En in mijn onderzoek heb ik niet alleen gekeken naar de straffen. Ik heb bijvoorbeeld gekeken naar ook de leefomstandigheden van het slaven maken en een psychologische leed die ze werd aangedaan. Dus dat is meer dan alleen naar de straffen kijken om dan een conclusie te trekken dat bijvoorbeeld in Suriname het erger was dan in any other place in het Caribisch gebied. Surinaamse onderzoekers moeten het slavernijverleden eerst vanuit een eigen context bekijken en pas daarna vanuit de westerse optiek, zegt Macnag. Ik denk dat wij als Surinaamse onderzoekers meer moeten gaan spreken vanuit, ik durf te zeggen, de perspectief van het slaven maken, onze voorouders. En dat missen we al te vaak. Dus er zijn een heleboel overeenkomsten, zoals ik zei, de slavenwetten. Bijvoorbeeld, ik heb niet heel veel onderzoek gedaan naar de Spaanse slavenwetgeving, maar die wetgeving was wel gebaseerd op bijvoorbeeld een geloofsleer. In de Britse slavenwetten en de Nederlandse slavenwetten waren dat niet. Dus in feite kon de tot slaaf gemaakte zich niet herroepen op iets voor bescherming. Op basis van mijn onderzoek heb ik gesteld dat de tot slaaf gemaakte in Jamaica ietsje vrijer waren. Bijvoorbeeld, ze hadden op de zaterdag en op de zondag vrij en ze konden naar de markt gaan, ze konden hun producten verkopen, wat we niet hadden in Suriname. Maar die psychologische en lichamelijke onderdrukking die we hebben moeten ervaren, is min of meer hetzelfde. Dus uit het onderzoek is ook gebleken dat de tot slaafgemaakten in Jamaica dezelfde verdeel- en heerspolitiek hebben ervaren door middel van onderdrukking. Anno 2021 zijn de effecten van deze onderdrukking in bepaalde mate nog steeds merkbaar in onze moderne samenleving.